Nou, als je gaat opzoeken online op het internet wat de voordelen zijn van een goede nachtrust, dan vind je waarschijnlijk duizenden voordelen. Dus we weten met andere woorden dat slaap heel belangrijk is. Dus ik hoef je daar vast niet in over te overtuigen. En toch nemen heel veel mensen hun slaap niet echt serieus. Of wat ik denk, is dat ze niet eens weten hoe ze hun slaap kunnen verbeteren. Nou, als je slecht slaapt, dan kan dat door meerdere redenen komen. Maar om deze video zo kort maar krachtig te houden, zal ik de belangrijkste dingen even op een rijtje zetten, wat waarschijnlijk iedereen wel profijt van kan hebben. Om ervoor te zorgen dat je goed slaapt, dan moeten we onze biologische klok op orde krijgen. Behalve het feit dat je iedere avond ongeveer dezelfde tijd naar bed moet gaan en iedere ochtend ongeveer rond dezelfde tijd moet opstaan, zijn er ook meerdere dingen wat je kan doen om dit te optimaliseren. En hier gaan vaak mensen de fout in. Ze denken namelijk dat op het moment dat ze gaan slapen, dat ze gewoon lekker in hun bed kunnen gaan liggen en in slaap kunnen vallen. En misschien werkt het voor sommigen wel, maar voor heel veel mensen niet. Een hele goede voorbeeld, of een hele goede metafoor, die ik ooit een keer hoorde, is dat als je in de auto zit en je ziet een bocht in de verte, dan bedenk je niet in het midden van de bocht van, oh, ik moet remmen of ik moet terugschakelen. Nee, je kijkt vooruit, je begint al langzaam te remmen, je gaat terug een paar schakels en dan maak je pas de bocht. Dat geldt ook voor je slaap. De dingen die je overdag doet, 's ochtends overdag, heeft ook invloed op je nachtrust. De grootste hulpmiddel die we hebben om onze biologische klok te beïnvloeden is licht. Dus afhankelijk van hoe fel het licht is en wat voor kleur het licht heeft, geeft het een bepaalde signaal naar je hersens van hoe laat het is op de dag. Oké, nou nu naar het praktische gedeelte. We beginnen dus 's ochtends. Nou, wat wil je 's ochtends doen? 's ochtends wil je zoveel mogelijk felle licht hebben in je ogen. Felle licht zorgt namelijk voor dat je lichaam cortisol opwekt. Nou, cortisol heeft een beetje een slechte naam gekregen, hè? Van oh, dat is stress, dat willen we niet. Maar je wilt eigenlijk 's ochtends wel die stress hebben, of cortisol in dit geval. En 's avonds, daar kom ik later dan weer op terug, iets minder. Of helemaal niet eigenlijk. Dus 's ochtends probeer buiten te komen in het licht. Ondanks dat het bewolkt is, is de UV-stralen of de UV-licht wat door de wolken komt nog steeds best wel sterk. Je moet misschien wel alleen iets langer buiten zijn dan als het bijvoorbeeld zon is. Lukt dat niet omdat het je misschien vroeg wakker wordt en het is nog steeds donker of het is in de winterperiode, dan zet je zo veel mogelijk fel licht aan in je huis. Een andere manier om wat meer cortisol op te wekken is door te gaan bewegen 's ochtends. Dus sporten in de sportschool, buiten gaan hardlopen, misschien eventjes 5 minuten jumping jacks of burpees te gaan uitvoeren. Want dit werkt onder andere cortisol op, maar ook adrenaline. En die twee hormonen die werken heel goed samen. Wat er ook gebeurt als je gaat sporten, je lichaamstemperatuur stijgt. En dat is punt nummer 3. Je wilt ervoor zorgen dat je lichaamstemperatuur 's ochtends stijgt. Want net voordat je wakker wordt, begint je lichaamstemperatuur langzaam te stijgen. Het is eigenlijk ook de reden waarom we ook uiteindelijk wakker worden. Nou, behalve sporten en bewegen zijn ook andere dingen wat je kan doen om ervoor te zorgen dat je lichaamstemperatuur stijgt. Door onder andere misschien een koude douche te nemen. En dan denk je waarschijnlijk, maar dan krijg je het toch koud, ik zit in een koude douche. Ja, dat klopt. Op het moment zelf heb je het koud, maar achteraf moet je lichaam weer gaan werken om de basistemperatuur van je lichaam terug te krijgen. Dus je hart gaat sneller pompen en daardoor stijgt weer je temperatuur. Andere dingen wat je ook kan doen is bijvoorbeeld 's ochtends te gaan eten. Want hè, je stofwisseling begint dan te werken, dus dat zorgt er weer voor dat je lichaamstemperatuur stijgt. Wat ik wel zou afraden is om binnen de eerste 1,5 uur cafeïne te drinken. Want je denkt misschien, oké, cafeïne, ja dat klopt wel, je lichaamstemperatuur stijgt er ook door. Maar als je te vroeg, dus meteen na het wakker worden, koffie gaat drinken of thee of iets met cafeïne in ieder geval, dan zorgt dat ook weer voor dat je later op de dag of later op de, waarschijnlijk na de lunch, een dip krijgt. En als je dat even uitstelt, 90 tot 120 minuten na het wakker worden, dan voorkom je dat. Dan overdag, als je de mogelijkheid hebt, probeer zoveel mogelijk buiten te komen in het daglicht. Dus door een wandeling te maken, misschien ga je even buiten lunchen. Want dat geeft weer een signaal naar je hersens van oké, het is ongeveer zo laat, het is nog steeds dag. Dus we moeten nog steeds wakker blijven. Wat je ook kan doen is, of in ieder geval wat ik echt zou aanraden, is om ontspanningsdingen te doen als je een hele drukke dag hebt gehad. Want mezelf als voorbeeld. Als ik een hele gestreste dag heb gehad, waar veel dingen moest gebeuren en ik was gewoon gestrest. Nou, in ieder geval, ik had het heel druk en daardoor kreeg ik ook een beetje stress. Dan beïnvloedt het ook mijn slaap 's avonds. Ondanks dat ik alle juiste dingen doe 's avonds, dus alle dingen waar ik straks later op inkom, wat je 's avonds moet doen om te zorgen voor dat je goed slaapt. Ondanks die dingen deed, dan werd mijn slaap beïnvloed door mijn stresslevel die ik overdag had. Dus probeer dingen te doen overdag, wat ook ervoor zorgt dat je misschien wat meer ontspannen wordt. Een andere tip voor overdag is om te stoppen met koffie of thee drinken. Of iets wat in ieder geval cafeïne bevat.
rond ongeveer 1 à 2 uur 's middags. Want ondanks dat je goed kan slapen als je koffie gedronken hebt. Hè, dus sommige mensen zeggen van ja, maar ik heb net avondeten gegeten. Het is 8 uur en ik neem lekker een kopje koffie en ik kan prima slapen om 11 uur. Ik geloof je, ik ben er één van, dus ik kan het ook. Alleen, het probleem is, je slaapkwaliteit wordt daardoor beïnvloed. Hè? Dus je diepe slaap wordt gewoon beïnvloed. Dus de kwaliteit van het geheel van je slaap is minder goed. Ondanks dat je wel gewoon slaapt. Dus let daarop. Probeer ongeveer 1 à 2 uur daarna geen koffie meer. Of thee of iets met cafeïne. En dan de avond zelf. Lukt het? Ga dan weer eventjes naar buiten en kijk naar de zonneondergang. Want het licht wat het zon dan afgeeft is best wel zo'n, ja, beetje zo'n roodachtig felle kleur. Dat is weer een soort signaal naar je hersens van oh, de zon gaat naar beneden. We gaan richting de avond, dus we moeten straks naar bed gaan. Dus dat is weer een invloer op je biologische klok. En dat kan ook nog de negatieve effecten van felle licht, die je misschien per ongeluk later op de avond in je ogen krijgt, bestrijden. Maar natuurlijk, in de wintermaanden is het misschien wel lastig. Hè? Want dan wordt het best wel vroeg al donker buiten. Oké, en dan de rest van de avond. Je wilt nu in de avond eigenlijk tegenovergestelde doen van wat je in de ochtend deed. Dus je wilt dingen doen wat zorgt voor dat je ontspannen wordt. Dus geen cortisol opwekt. Want 's avonds, als je biologische klok een beetje klopt, dan maak je hersens melatonine aan. En melatonine heb je vast wel in een supplementvorm gezien. Maar ook je lichaam maakt melatonine aan. Het is een hormoon. En is je cortisol te hoog, dan cortisol en melatonine gaan namelijk niet heel goed samen. Heb je veel cortisol, dan bestrijdt dat of drukt dat de melatonine weg. Dus 's avonds zo min mogelijk cortisol opwekken door gewoon ontspannen dingen te doen. Probeer ook alle grote lampen die je in huis hebt te dimmen of gewoon uit te zetten. Want we weten weer hè, dat veel licht, wat we zeiden in de ochtend, dat je wel in de ochtend moet hebben. Hè? Dat zorgt weer voor cortisol en we willen in de avond dus geen cortisol. Dus felle lichten dimmen en misschien gebruik je alleen kaarsen. Dat kan ook, hè. En dan ongeveer 1 à 2 uur voordat je naar bed gaat, probeer je ook je telefoon, dus het licht van je telefoon, te dempen. Zo laag mogelijk, dat je het bijna niet goed kan lezen. Uiteindelijk wend je ogen er wel aan, dus dan kan je het wel gewoon normaal lezen. Maar in het begin zal het even wennen zijn en denk van, dat kan ik helemaal niet lezen. Maar goed, dat is misschien ook een goede reden om niet op je telefoon te kijken. Wat je ook niet wil doen is naar een felle televisie kijken of een computerscherm. Want hè, dit geeft heel veel blauwe licht af. Dan qua voeding, ik zou ook aanraden om 2 à 3 uur voor het slapen niet te eten. Of in ieder geval geen grote maaltijd. Want we weten ook daar dat hè, als je eet, nou, dan stijgt je lichaamstemperatuur. Dat wil je voorkomen, want je wilt eigenlijk dat je lichaam afkoelt. En daar kom ik straks nog verder op in. Maar ook je cortisol stijgt een beetje, omdat je stofwisseling moet werken. En heel veel mensen die vallen vaak in slaap. En dan 1 à 2 uur later worden ze ineens klaarwakker wakker. En dat kan soms komen door dat die cortisol stijgt. En dat kan onder andere, er zijn ook meerdere redenen voor, maar onder andere ook doordat ze iets te laat hebben gegeten. 'S Ochtends weten we dat we willen dat ons lichaamstemperatuur stijgt. Nou, tegenovergestelde 's avonds, we willen dus dat ons lichaamstemperatuur zakt. En dat kunnen we beïnvloeden door onder andere ons slaapkamer of het gehele huis zo koel mogelijk te houden. Wat je ook kan doen is 's avonds een lekkere warme douche nemen. Want net zoals 's ochtends met de koude douche, is het nu weer het tegenovergestelde. Tijdens de douche is het natuurlijk warm, maar achteraf moet je lichaam weer gaan werken om af te koelen. En dan komen we bij het laatste punt. En dat is probeer voor jezelf een bepaalde gewoonte of ritueel te creëren. En dat kan alles van bijvoorbeeld lekker stretchen, je lichaam uitrekken, ademhalingstechnieken, lekker een boek lezen, audioboek, podcast luisteren. Iets in ieder geval waar je geen felle licht gebruikt natuurlijk. Dus geen Netflix. Dit geeft namelijk een signaal naar je hersens van oh, we gaan binnenkort naar bed, want je doet het iedere avond. Dus het gaat weer overeen met je biologische klok. Nou, ik heb best wel veel dingen vermeld vandaag en veel dingen gezegd wat je kan toepassen in je leven om je slaap te verbeteren. Ik zou niet alles gaan veranderen in één keer, maar langzaam gewoon één voor één iets toevoegen en kijken wat voor jou werkt. Nou, andere dingen zoals supplementen, problemen met snurken, slaapapneu. Wat je kan doen met omgevingsgeluiden, als je heel veel omgevingsgeluiden hebt, doordat je misschien naast een grote weg woont. Of als je vaak 's nachts wakker wordt, doordat je moet gaan plassen of andere redenen. Als je daar vragen nog over hebt, dan laat dan een reactie achter en dan probeer ik die ook te beantwoorden. Zo niet, dan zie ik je volgende week. Doei!